Je kunt je nou amper meer voorstellen, maar zo'n 100 jaar lang wie het wennen op het platteland een vrij eenzame ongelegenheid. Als je vier het land in wen, kwam er amper een deel. Je wint al blij dat er een oor het hier op kwam als je eigen man. Een soort vrouwen gingen dan ik bij het boom van platteland vrouwen. Dan troffen je de meesten nog eens in. Nou, en die boom besteedt het hier 100 jaar. Ben je bekend met de platteland vrouwen, de vrouwen van nu? En dat was je? Nee. En dat is toch spietig. Friesland ook, die het op het thee bij vrouwen die het al jong lid waren en het nu 60 jaar later nog altijd binnen. Wat dienen ze daar op die vergaderingen? En op wat voor manier het in haar eigen het boom bijdroegen aan een beter leven? Waarom ben alleen nog ouderen nog maar lid en geen jongeren meer? Daarom praten we ook met een jongere generatie over wat haar gedachten binnen over wijen en werken op het platteland. Alle keer ben we onderwijs op paad in ons leven. En haast elk meisje ziekt een reisgenoot. Die reisgenoot van Wip Sietema is haar 91-jarige man Matten. Maar ik het vrouwensboek van de oordeling wat een werk is, waar ze haast haar hele leven al lid van is. Ze zien je van de sprekers jong en zal vertellen hoe vroeger. Maar eerst wordt er zongen en komt de vrommeske van het haardbestuur die op een site is onder het wut. Want nationaal zet uw vereniging haar in en maakt het haar sterk voor het borstkankeronderzoek. Bij het een brochjes willen opzetten, troch is leden. Mooi praten in het manifest Vitaal Platteland. We maken ons hut voor betere besiekersteden voor ouders van bijen in het ziekenhuis. Vooral je de ambtenaren van de burgerlijke staan en nemen deel om besturen van het waterschip en gemeente. Er komt een taalontwikkeling. Het beste is wat je ervoor stelt, dan kan je de zeel opzetten. Ja, yes. Yeah. Yeah. We hebben net zitten, want het is wel noffelijk om te zitten. En we kennen alle jongen een beetje aardwees wijzen, maar ik jij zien van de vlucht nachts eten, op werken, hard werken, nee. Hier maar jet, want ik had erg gestien en wat hakt er een lijst van had. Maar zelfs, weet je? Ja, nou, vooruit. Even op rem, even vooruit, hè? Het kerst mooi nog. Ja. Op oude foto's had ik zelf kennen dat is mem ook al lid weer in 1927 toen de BV, en toen heet het BVOL. En nu zongen we het feestje van op Friesen in de regen en toen weer een vrouwen aan één verbonden. Dus het kan op hetzelfde deel, alleen het letter weer het Fries. Dat wie Duits zegt. Maar hoe wie dat als bij hen, Dere? Ja, ik ben daar alleen. Mijn broer en ik schelden samen hier. En ik heb natuurlijk geen bratjes bijna om uit de bratje net. Ik sloeg een bult bij ons huid om. Maar dan kom je in een squalle en dan weet je van niks. Je kent de spultjes net die te ben je op squalplein al door. En ja, verschrikkelijk bleu wie ik toen. Zo je nou misschien net precies, maar dat wie je toen wel. Ja. Nou, en dan wil je pest, hè, in het eerst. Ja. Uw mem die is. Ik denk van begin 30 jaar, wie zei dus lid van de plattelandsvereniging, dat we dus de BVOL, hè? Bond van Oud-Leerlingen. 1919 was het geboortejaar. Leeuwarden de geboorteplaats. De Friese Maatschappij van Landbouw organiseerde toen de tijd cursussen voor landbouwhuishoudonderwijs. Met de bedoeling de opgedane kennis te verdiepen en uit te breiden, verenigden de oud-leerlingen zich plaatselijk.
Wat deden je dan zo, Jan? Nou, dan werd altijd besproken over verschillende onderwerpen. En nou, de meeste vrouwen nam het breidje mee, dan zit het de breidje in. Of de haken, wat ze maar, wat handdoekje ze maar heen. Maar dan heen de sprekers op les wat een hekel aan, omdat dat gepuk. Dat hebben we daar op les mee opgehouden. Ja. Er zijn prachtige foto's van busreisjes. Die ze in die tijd maken. Een hele dag voort met een bus van Boekema. Echt mooi is daarop te zien hoe als in de ring van de jaren de moren verloren. Als ik ben, weet ik er net volle meer van, want in de oorlog waren de boeren opgeheven, om ze net onder het regime van de Duitsers bij verder wonen. Eén ding is mij nog wel bijblijven, dat ze les kregen en gewoon hoe als je een slachterbarig het beste bereiden kon. Het vlees was bred en in vetflessen bewaren, zodat je geregeld weer een vaste pannen ging. Ik ga aan het Jota altijd voor Safir als mogelijk weer tegen betrokken was bij de bond. En ik hoop je dat nog eens kostje te blijven. En dat, is nog lang, en dat het nog lang bestaan blijven kan als vrouwen van nu. Nou. Minder nou wat vrouwen hebben. Het is een beetje ouder, hoor. Die jonge man niet meer, hè? Nee. Dat is apart, hè? Dat is... Ja. Het kiet met de plaat langs vrouwen, die kreksels, maar de grote vogels. Ja. Ja. Zit je nog wat? Nou, net volle. Wij zitten meer aan de andere kant wachten. Maar meer rennen weet ik net beter. Net heen, ik ga een paar maten, jongen. Ik ben van die grote man, jongen. Lieve Gerrit Wiebe. We kennen elkaar al vanaf onze tienerjaren. Maar 12 jaar geleden was het raak. We hebben het erg fijn. Als we samen zitten te praten, vertel je af en toe over iemand die erg belangrijk was in je leven. Door jouw verhalen weet ik hoe ontzettend jij haar nu mist op deze belangrijke dag. Daarom staat dit windlicht symbool voor jouw moeder. Ja, ik was boerin. En toen hier de boerin nog net vaak werk een baan ernaast. Het kwam toen. En ik voelde me wel eens een beetje opsluiten. Ik wou wel wat meer. En toch nog, ik word eerst maar eens lid van de Plattelands Vrouwen en zij is komen. En toen werd er eens een lid en die zei Jimmy, toen ik net meer voorzitter weer, wat doet er nou mee? Ik koos nou wel eens wat met doen. En toen stond er een advertentie in de Baakse kranten dat de gemeente Gasterlands leert een ambtenaar van burgerlijke stand vreeg en de hek toen op schraamd. Fouke is net de enige die vanuit een bestuursfunctie bij het boen trouwambtenaar waard. Janke de Vrie is ik. Dat is de Poolse familie. Was zij wie Poolse? Zij wie Poolse, ja. Ze is een skippersbeen, kon goed leren, maar bedarre op een huis had skwallen. Eigenlijk hadden wij, mijn zus en ik, naar een internaat moeten. Want dan hing je hem... Dan hing is geregeld er skwallen, ja. En gelukkig, mijn zus en ik, nou, we konden vrij goed leren. En trouwens met hem ben we daar goed geholpen. Maar door het doen naar huis had skwallen en... Nou ja, dat heb ik altijd mooi onderwijs vond, dus dat weet eigenlijk wel in de ander. Maar het hier wel wat oors kennen, maar dat is ze achterna bijzonder. En je ouders dienen dat ik hun beste weet, nou, ze weer de thee doen. Ja. Nou, en dat dacht ik, ja, ik wil wat meer, nou is die huishouding. En dat dacht ik, nou, dat, misschien vind ik dat daar. En dat heb ik dan inderdaad vond. Ja. Het had een van mij... Nou, dat weer mijn leerskwallen om wat over de grenzen te zien. De grenzen van Friesland, de grenzen van het dorp. Zo. Nou, nu willen er heel veel dingen op mijn paard komen. In 1978 waren er 428 cursussen in de afdelingen. Van pottenbakken tot Engels. Ook waren er vele gespreksgroepen. We nodigen mensen uit, dus in een forum, jong,
voor belangen voor een verkiezing. Ik geloof dat het toen ik provinciale verkiezing was. Dus toen hadden we de kapstekken uit het jaren. Maar dat waren nieuwe ontwikkelingen. Want vrouwen die bemoeiden zich vaak ik net mooi verkiezingen. Politiek, nee, politiek net. Politiek, he. En als ze stemmen moesten dan... De stemgang waar de man op stemde. Een van die componisten die een heel beroemd stuk heeft geschreven voor viool met begeleiding van een symfonieorkest, dus een vioolsolist zoals het heet, is Alexander Glazunov. Dat is een Russische componist uit het eind van de vorige eeuw. Een notaris hebben ze gewoon die door, vooral is ruchten. Dus ik u wat vertellen hoe erfruchten. Nou, de NVSH, hè, dus dat, de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming. Ja. Dat was ik wel heel belangrijk, maar het was wel heftig voor een heel soort in die tijd. Hoezo? Nou, dat was nog onderwerpen dat je wel wat van weten wil, dacht ik, maar net Alex zou praten. Dus dat, daar waren de dames wel nieuwsgierig naar en woonden wel meer van wie. En daar kwam ik wel vragen van. Maar hoe ze daar verder mee omgingen, dat hoefde ik net te weten. Dan zou ik heel graag uw mening willen horen over deze stelling. Vindt u dat de huishoudelijke arbeid economisch gewaardeerd moet worden? Bent u ervoor? Of bent u daar tegen? Er ben misschien wel mensen geweest die dat wat, wat apart vonden, of wat te vooruitstrebbend of te geëmancipeerd. Want je moest net eigenlijk maar het woord emancipatie aankomen en dat waren net altijd begrepen. Wat weer er mis mooi? Ja, wat weer er mis mooi? Dat is moeilijk voor zelf. Nou, dan worden ze wat gevoelig, denk ik. Of het weer moeilijk voor de vrouwen, of ze konden er thuis net mee aankomen. En ik ben zelf, dat was, oh, ik ben Bedford. Ja, want die kwamen nog niet kwalen. Maar ze kwamen verder niks te kwaad. Maar later, dan zeiden ze wel, goh, en wij hier een heel oor praat. Want ik kan bij allerhande dingen thuis. Ja, dat heb je bij mij gezegd. Je leerde er ik van? Ik leerde er echt van, ja. Ik ben er echt een heel oor mens van worden. Ja. Ik ga hier een hele medie mee zitten, zeg je vertellen. En wat weet ik nog een hele aardig hier. Ja, ook wel heel aardig. Ja. Dit is vrouw Kamp van der Skelling. Maar dat ben ik. En dat, die zei wie je doet, de voorzitter. Aukje Visser. De platte vrouw, die zijn ze dan. Altijd platte vrouw, ja. Maar dat wie een beetje uw gekkigheid van ja. Namen ze hem net serieus of zo? Nou, een heel prettig net. Mali, vooral net. De boeren had je les aan, die werken, dat wie VS wees, maar die jongen die les, die kwam bij u. Ik zei, als je wees, maar daar wil ik aan, ik wil graag heen. Nou, hij zei, dat mag altijd wezen, vrouw Zieten, maar jongen mag dat komen. Nou, dat, ach, mijn man zei, dat ik nog maar netje, want hè, die oren die ben er dan echt net. En die winnen was je vrouw. Nou, ik zei, hij gaat zijn, ik mag komen, ik ga mij. Nou, dat twijfel ik eerst wel wat aan, hè. Ik dacht, jongen, dan, je mag ik net, in elk geval, nou ja, hoe neem je dat? dat? Ja, ik sta dan onder de plak van haar, bewijs. Ja. Dat ken dan ik me net. dat zei ik altijd, dat had mijn leerskwaal werd. Ja. En ze hebben hier een grote spul, hè? Je maar te rekken. Ik hier misschien één keer in een week hier ik een boerenhulp. Dat was een vaste dag, maar 40 moest ik al zelf doen. Ja. En dan, ja, dan ben je even de snel en kwijt. Maar aan de andere kant weet ik wel mooi, want dan, bij de tafel zitten, nou dit hier is beleefd en dat hier is beleefd en dat weer dit. En dat, nou jongen, dan je nergens je, soms ik hier. Ja. Dus je vond dat wel mooi? Dat ja, ik vond dat ergens mooi, ja. 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 Wie en ik heb er ook wel respect voor, hè, want ze had het heel vies gekoopt. Eigenlijk. In zijn provinciaal bestuur en dan niks leert. Ja. Ik wil altijd wel alles mee, meisje. Ook wat er in de eigen rijen gebeurde. No? Er vergaderingen van wie, daar wil ik altijd wel even wat van weten. Maar die vrouwen die er dan bij kwamen, die meestal eerst al wat mannen wereld, maar die vrouwen die erbij kwamen,
En die kwam haast al jaar uit die plattelandswaai, vrouwelijwaai. Dus dat, die wien hadden diezelfde drang een beetje. Ja, maar die hadden die scholing daar. Die hadden echt die scholing daar aan, ja. Het ging ook een prutte vrouw, die ging dat eigenlijk feest vier. En die, ach, het had altijd zo geweest, nou, het moest maar zo blijven, hè, zo. Ja. Maar een hele prutte net, ja, die wien wel, die kwam wel voor zichzelf op. Ja, en dat wie ik nodig. Dat zijn ja. En dat wie ik nodig? Ja, dat vond ik wel. Want? Nou, ik bedoel, jouw leven je makkelijk weer op het platteland. En dat maak ik makkelijk weer in stand houden. En dat maakt net alleen bestuurd worden terug. Bankdirecteuren, fabrieksdirecteuren of mensen die in kerken bestuurd zitten. Dan moet ik gewoon een mensen die moeten daar die vaak heel goed verstaan hebben. En heel goed weten wat er in de praktijk leeft, die moeten daar echt bij besluiten kennen. Op de hoogte blijven van alles wat er omgaat in deze tijd betekent ook voorlichting ontvangen over industriële ontwikkelingen in de provincie. Op excursie naar de CCF dus. Famkes uiteindelijk jonge vrouwen die stimuleert om geen de wereld in, geen haar onderwijs, zorg dat je hem zelf rijden kennen. En dat je net afhankelijk bent van je partner, van die man. Dat heb ik mijn eigen dochters ook gedaan. En die vinden het prachtig wat mij al hier bedoelt bij de vrouwen van nu. En maar ze geven er zelfs net lid. Dan zit daar algemeen lid Janna Hiemstra, tevens tweede secretaris. Ik wist dat de plattelandse vrouwen altijd graag zongen en klappen mochten. En op het grutte 100-jarige jubileumfeest vierde ik bij volop gelegenheid voor in Rome. Net dat het zo goed gaat met de vereniging. In de jaren zondag wien er hier in Friesland nog 10.000 lid van. Nu volle minder, zo'n 4.400. Ja, lollige ooms die zeiden dan van het enige recht van de vrouw is het aanrecht. Ja. Maar wat is er veranderd? Ja, de maatschappij is gewoon veranderd. De vrouwen gingen naar school, de opleidingen natuurlijk. En er stonden natuurlijk veel meer verenigingen. Er was natuurlijk, eens kijken wat je een concurrentie hebt, zal ik maar zeggen, aan sportzaken, et cetera. Maar ben je dan net ontsprekend genoeg meer van die vrouwen? Misschien niet meer voor de jongere vrouw, hè? Want die hebben eerst hun opleiding en een jonge gezin, et cetera. Je gaat werken, et cetera. Dus die niet. Hè? Je moet het echt boven die 50 houden, misschien wel boven de 60. Vanaf het moment dat je zegt, oh, ik ga wat minder werken of et cetera, dat soort van zaken. Nou, dan kan je leuk aansluiten bij de vrouw van nu. Ik ben zelf ook pas lid geworden toen ik 55 was of zo. 50. En omdat ik gewoon te druk had ook. Maar dat geeft ook helemaal niet. Je kunt ook best met ouderen heel veel plezier hebben, hoor. Ja, zeker. Ja. Ja. Durkje melkt 20 kei. Elke vreed verruilt ze haar blauwe overal voor een griene skelk om mond te steriliseren. Want naast boer is ze ik uroloog. Maar melken is haar eerste en grote liefde. Sandra studeerde landbouweconomie en plattelandsontwikkeling en werd door de vrouwen van nu nomineerd als verschilmaker van het platteland 2019 omdat ze de streekboer oprichtte het. Een online winkel van producten die hier uit de buurt komen. We bestaan nu bijna 4 jaar en in 4 jaar hebben we ervoor gezorgd dat duizenden mensen weer op een veel gemakkelijker manier gewoon producten van boeren uit de streek kunnen eten. En daardoor hebben we ook ervoor gezorgd dat veel meer mensen nu weten van oké, hoe produceren die boeren die producten en wat doen ze eigenlijk precies.
Maar hoe kwamst u op het idee om dat te doen, zeg maar? Want u wist van hoe ziet wat oors, u bist net boer. Nee, ik ben een boerendochter en ik heb vroeger toen ik 4 jaar hier weer altijd zo en ik wil boer worden en lekker groot als uw mem. Nou, het is beide een iets beetje lukt. Uw mem is nog steeds een beetje groter. Maar ik ben toen gewoon ja starten en ik dacht van mijn man vond ik hartstikke leuk, dus ik zei nou maar binnen gewoon we zullen het wel. En ik wil heel graag kei maken, want dat is het mooiste wat er is. En toen zei ik, maar ik wil dat zelf. Net voor een oor, maar zelf. Want dan heeft het hele plaatje compleet. Dan krijg je het dwaas als het worst. En dat wil ik graag. En dus ben ik maar begonnen met 2. En toen 4. En toen 8. En de voorleverancier zei, goh, ik heb er nooit zo'n bedrijf die zich elke keer verdubbelt. Nou is dat natuurlijk net zo moeilijk. En nu hebben we 20 keien aan melken. Dus het is gewoon het wol. En dat is het machtigste wat dwaas kan, melken. De reden om met de streefboer te beginnen is eigenlijk, was enerzijds de verbazing over het feit dat nou ja, er groeit en bloeit van alles om ons heen. En toch is het zo moeilijk om gewoon producten uit de streek te kopen. He, de ene boer verkoopt wel zuivel en de andere die verkoopt wel zijn eigen groenten die verbouwt. Maar nergens kan je gewoon op een makkelijke manier al die producten krijgen. Dus vandaar dat dan zoiets hadden van, nou daar kunnen we wat aan doen en daar is ook vraag naar. He, steeds meer mensen die willen gewoon graag weten waar hun eten vandaan komt. Die willen het liefst gewoon uit de buurt, hun producten uit de buurt weghalen. En zeiden van, nou dat gaan we gewoon mogelijk maken. We hebben hier zo'n mooi land en we produceren zulke mooie producten. En dat moet gewoon in de streek ik weer oppikken. En dat merkste ik, hè? Mensen die onze producten dus nou weer proeven, die zeggen, oh, dit is de smaak van vroeger weer. Dit willen wij. Ik heb zelfs het grootste compliment wat ik krijg is van een Lietz Famke. Die zei van, mam, ik wil die melken van de kei. En dan net meer die winkelmelken dus, maar van Buffer Durkje. Want ze is hier west, ze heeft onze kei, jongen. En ze wil nou de producten van de kei. Dus de melken van de kei. En dat is, nou ja, dat vind ik wel heel leuk. Dat zelfs die binnen zich daar al heel snel van bewust dat die graag die producten hebben willen. En op die manier hebben we het platteland, denk ik, ook weer een stukje dichterbij heel veel consumenten gebracht. Ja, en een stukje vernieuwing. Ja. Een stukje vernieuwing ook en een heel stuk begrip. Begrip voor elkaar. En dat is de sleutel tot verandering. Nee, liefde schat, hè. Juist om je direct bij de boer te kopen, bij de boeren die je kent, hè, de boeren uit je eigen omgeving, weet je ook zelf waar je producten vandaan komen en kun je ook zelf de keuze maken van oké, sta ik daarachter of niet? Hè, sta ik achter de manier waarop die boer met zijn dieren omgaat of zijn groenten teelt en wil ik daarbij kopen, ja of nee? En op die manier bepaal je ook zelf hoe je landschap eruit ziet. De keuze die jij maakt voor boer bepaalt wat die boer gaat verbouwen. En op die manier creëer je ook weer meer de verbinding tussen de consumenten en de boeren, stad en platteland. Als het juist hoe plezier we hierin hebben, we hebben straks gewoon een bedrijf opzetten zonder leerlingen en wat dan ik. En het kan gewoon, het is gewoon mogelijk. En ik wil Den Haag, ik zie het, hè, dat het oors kan. Zoals het traditionele, zoals het wat de laatste jaren ontstaan is. Alleen nog maar grutter, grutter, grutter. Ik zou wel willen dat iedereen net meer dan 50 kei heeft. En dan gewoon iedereen wat. En dat iedereen daar een verdienmodel in heeft die daar wat aan oor had. En het kan, want waar ligt het je zin? We kunnen gewoon een inkomen hebben met 20 kei. De dochters hebben het stokje oernaam van de memmen. En zie je op haar eigen manier, in deze tijd, met oplossingen voor het platteland. De vrouw dopt haar eigen boontjes. Ze begint het nog een beetje te worden. En het was is het dat wij zelf, ik wil prima uzelf helemaal redden kennen. He, ik vind het prachtig dat dit een familiebedrijf is. En dat draag ik ten alle tijde uit. Maar het is juist dat de vrouw, ik prima het mannengedeelte van uit vroeger uit prima dwang ken. Komt natuurlijk ook een stukje mechanisatie dat het mogelijk is. Want ja, de kerst linksom of rechtsom. Maar wij zijn lichamen gewoon minder sterk als een man, zo simpel is. Maar ik ben altijd opvoedend van red die zelf. Dan moet je zelf redden. En als het net things te redden. Probeer je dan toch dat het een uitdaging te zien dat het wel lukt. Dat het met hem altijd zijn.
En dat in het ziekenhuis ik. Ja, daar werk ik in. En hij stik wel eens moeilijke dingen. En daar heb je geen zin aan. Maar zorgen is een uitdaging, zou het dus mij altijd. Dus dat ben ik opvoeden. En ja, en dat is, dus ik denk altijd in mogelijkheden. Uitdagend en heel nekend zien een BM hingen van de nijste boerinnenkalender kist ik zien als een van die mogelijkheden. Emancipeerd dat ze binnen, hebben deze beppensezers van al die plattelands vrouwen geen enkele moeite meer om zelfsbewust en onbevreesd uit de kleren te stappen om het imago van boer en plattelon wat op te poetsen. We zijn in eerste instantie begonnen omdat er vooroordelen waren over boerinnen. Van boerinnen zijn lomp en lopen alleen maar op klompen of laarzen en in overal. En die wilden we laten zien van boerinnen zijn ook gewoon prachtige vrouwen en zijn ook heel sexy. En inmiddels is het eigenlijk veel breder geworden. Doen we het ook meer om de agrarische sector echt een platform te geven. Want het zijn wel de mensen die zorgen dat jij iedere dag eten op tafel hebt. En dat het beroep wordt toch wel eens ondergewaardeerd. Je wordt gewoon altijd eigenlijk, om het even pad te zeggen, wordt altijd gewoon uitgescheten. En wordt gewoon altijd op je neergekeken. Ja, is nou je kind iets aan beneden doen? Zo is het net raar vinden als het heel neken die kantine van het Leenbedrijf heerst. Nee, maar ik denk dat wij beide dingen echt preuts binnen, dat het meer is. Dus het is wel op afstand. Het is heel oorzaak nou niet een nekend, heel nekend voor 100 man steermoes die er echt wien. Als je op een poster steert, misschien toch wat ver van je bed. Zo. Dat is natuurlijk, dat zucht je net bij de joh, al hing het. Ik denk dat dat altijd een beetje is. Ja. Nou, dan moeten we het nog even nog hebben. Oh. Voor mij hoeft net iedereen van die meidingen niet wat een beetje bedekt bij zijn. Ja, dat vind ik. Maar ja, je ging ook in bikini naar het strand, toch? Ja, dat is het. Ja. Ik denk dat het heel leuk en interessant ook is om die verhalen juist naast elkaar te leggen. Om daar enerzijds meer begrip te krijgen van oké, hoe ging het vroeger, hè? En hoe heeft die ontwikkeling plaatsgevonden. Maar anderzijds ook een stukje terug te leggen van oké, hoe staan wij daar, de nieuwe generatie daar nu in. En wat kunnen wij van hun leren, wat kunnen zij van ons leren. Ik denk dat wel heel interessant is. Als je dit weer wat zien hier het bestaan, dan ben ze al hier in een prank, de vrouw. En dan ben je een jongetje 31 en daar staat mijn mama op, dus dat weer ze dus al leert. De beste plaats niks meer. Dan zag ik nou, mijn komt er net mee, maar we daar klit, maak dat daar kopje. Nee, Brenda, ze zei dat maar net, ja, dat wordt net heel bij. Dus je had, ik had net jaren uitgekregen, dan doet ze er net mee weer. Ja. En weer, mooi weer, toen hebben ze, toen weer ze al in Friesland heen. En toen hier ze zoveel hier bestaan, hier. En nou, ze zei, dan moest je met mij zeker komen. Nou, klaar. Ik haalde ze op en ze weer de meisjes. Het drong net eens goed te hard nog. Maar de plattelandsvrouwen hadden vroeger in de BVOL-tijd een soort strijdlied. Hè? Wij vrouwen van het platteland zijn hecht aan een verbonden. Dat we na de oorlog opvriezen zijn en in de regen. Nou, dus die versjes waren daar zo. En elk zacht in het boekje, wist je dat? Maar is mij net die zongen van: lieve vaderland, ze koet dan gelet uit de hollen. Ja, en dat hier elke keer hier dan negen doen. Terwijl had de geest al net zijn best mee weer.